Yes, mensen, welkom weer. Vandaag een bijzondere dag. We gaan een leuk dagje zoeken in een openbaar groenstrookje. En waarom is het zo bijzonder? We hebben de winnaar van de winactie bij ons, Stan. Ja. Dus ik heb hier voor jou het grasmes. Ja, en, heel erg bedankt. Ik hoop dat jij daar veel plezier van gaat beleven, maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Ja, zeker weten. Dat ja, toch altijd wel handig voor oppervlakkige vondst ook. Dat je net even een klein stukje eruit moet halen of dat je er net nog niet helemaal bij zit. Dus top. Ben is er ook natuurlijk bij, ja, uiteraard. Uiteraard. En dan gaan we er een leuk dagje van maken. Eens even kijken wat we hier allemaal tegen kunnen komen. Laten we snel gaan beginnen. Gaan we doen. Yes. Go, 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 go. De eerste munt is eruit. Het is een eurootje. Natuurlijk niet wat jullie gewend van mij zijn. Jullie zien mij meestal wel op velden zoeken. Nou, ook dit kom je tegen. Heel lekker signaal, maar ook gewoon rotzooi. Dus je ziet het, dat hoort erbij. Dat graaf je ook gewoon. Er staat nog een datum op zelfs. 07-09-2009. Oh, nou ja. Door naar de volgende. Nou, we zitten op een leuk stukje. Ben en Stan die zijn verderop bezig. En we hebben hier nog een leuk groen strookje ernaast. En ik haal hier zo, haal ik een 1 cent 1964 uit de grond. Het wordt al iets ouder. Ja, leuk. En het is een schitterende dag. Lekker weer. We zijn lekker buiten bezig. Dus dat is ook al heel wat waard. Het blijft genieten. Kijk, Ben. 69 is het. 69. Toch een historische vondst. Ja. 1969 om. Ja, een bromfietsplaatje. Grappig, joh. Ja, dan moet je kijken wat voor zooi ik altijd had uitgehaald. Kijk, ja, moet blikken. Dat hoort erbij. Hoort erbij. Dat hoort erbij. Nou, die gouden ring nog. Oh ja, ik had ook nog een 5 cent. Ja? 100 cent, ja. Maar dan stel ik voor dat we nou eventjes daar achter op dat veldje gaan kijken, Ben. Ja, we hebben toch weer een muntje. Ik weet nog niet welke, maar we gaan even kijken. Ik denk een stuiver uit de gulden tijd. Wat zal het zijn? Het is hier wel vette grond. 5 cent, ja. Wat grappig. Vijf cent van Juliana, 1967. Ik loop eventjes naar mijn maten toe. Want we hebben toch weer een leuk speelgoed. Oh. Ja, Annemiekje. Toch een Annemiekje. Oh. Kijk eens. Ja, helaas wel weer het hoofd eraf. Het hoofd door de... We gaan ook even bij Stan kijken hoe het ervoor staat. Stan, ik heb wat leuks gevonden. Kijk, een speelgoedsoldaatje. Ja, dat is wel gaaf. Alleen zijn hoofd is er helaas wel af, maar dat heb je vaak. Dus, maar toch wel een grappige vondst weer. Ja. Hij lag ook best wel diep. Dus ja, het ligt er nog wel. En ik had nog een stuiver uit 1967. Oh, dat is ook leuk. Heb jij nog wat gevonden? Ja, vooral veel blikjes. Vooral veel blikjes? Ja. Oké, okay. Maar ja. Je ziet het, als je lang genoeg door blijft graven, kom je het vanzelf tegen. Hoi, buurman. Hoi. Hoe gaat het? We zullen doorgaan. We hebben weer een munt. Ik schep de kluit om en ik zie hem gelijk al liggen. Dus dat is best grappig. We gaan kijken. Zien jullie hem ook? Ja. Eens even kijken. Een stuiver. Hij is uit 1980, Ben. Ik heb toch weer iets aparts gevonden. En dat gaan we even afspoelen in een plasje, want ik zie versiering erop. Even kijken. Kijk, dit stukje zat er ook in. Maar we gaan even deze even afspoelen. En dan even kijken wat dat is. Want wat zal dit nou zijn, joh? Wat zal dit nou zijn geweest?
In ieder geval, want het is niet helemaal compleet meer. Ik zie een klein beetje oxidatie. Het is een soort mishef misschien wel geweest of zo. Kijk, hier aan de onderkant is het plat. Het is in ieder geval een grappig iets. Nou, we gaan even een hapje eten. En als we dan toch bij de auto zijn, dan zal ik gelijk eventjes al het vuilnis weer in de emmer gooien. Kijk, kunnen we mooi gelijk even zo. Eventjes het vondstentasje legen. Kijk eens. Een scharniertje nog. Nog meer blik, nog meer rotzooi. Trekklipjes. Nog meer restjes blik. Het vlugeldopje. Nog een treklipje. Nog een stuk blik. Zo. Dat was het geloof ik wel weer een beetje. Eet smakelijk, hè maat? Ja, dankjewel maat. Ik heb weer een munt uit de grond gehaald. Ik kwam echt hoog binnen, echt gillend. En ik heb hem wel afgespoeld in het water, want ik was zo nieuwsgierig wat het was. En ik stond nog een beetje voor een raadsel. En toen heb ik hem ook even aan Ben laten zien. En hij zegt, ja, er staat een adelaar op. Maar we weten nou nog steeds niet welke het is. Maar we gaan thuis toch even verder erin kijken. We zien in ieder geval genoeg, dus we kunnen hem wel herkennen uiteindelijk. Maar ik zal hem ook even laten horen, want kijk, let op. Of we het kunnen zien zo. ...2830 VDI. Kijk. Dat heb ik ook wel eens gehad, Dirk. Ja. Een adelaar. Er staat een adelaar op. Ja, misschien weten jullie het nu al als jullie zitten te kijken. Maar toch weer een leuke munt hoor. Ik weet het zelf nog niet op het moment. Maar ik ben erg benieuwd. We zijn erachter dat het een quarter dollar van Amerika is, 1967. De persoon op de keerzijde is de allereerste president van Amerika, George Washington. Voor de kijkers natuurlijk links. Bijzonder joh. Ja, nu die opdroogt wordt die wel beter zichtbaar. Het lijkt wel een vrouw toch eerder wel. Ik denk toch wel dat het een oud muntje kan zijn. Wat leuk joh. Als je nou dat oude muntje gefilmd voor mij? Het oude muntje? Die ik net had gewoon verkalen. Nee. Kun je er nog wat op zien dan of niet? Ja, dat niet. Maar ja, weet je, het is toch leuk. Ja? Oh ja, ik had deze nog. Die hadden we ook nog niet. 25 cent. Ja. 1968 was het volgens mij. 1968, ja. En een kaal. Ja, hij is vochtig nog. Maar ja, ook hellend. Misschien later met een aluminiumfolie. Ja. Je kan er toch niet veel aan verkloten. En die ander, wat is een stuiver of zo? Deze. 1 cent. Oh ja, nou, toch, toch wel leuk. Nou, dat is niet wel helemaal onaardig dan hoor, Ben. Nee. Hè? Maar je weet, wie weet wat er nog komen gaat. We zijn toch lekker bezig? Ja, daarom. Daarom. Nou, we zijn nu alle drie lekker op dreef. De muntjes komen lekker de grond uit. Het is vrijwel vaak gulden geld. Stuivers, kwartjes, 1 centen. Ik heb ook weer een stuiver eruit, maar we lopen nu even naar Stan toe, want Stan is ook lekker bezig. Stan, jij hebt ook al aardig wat muntjes nou, hè? Ja. Heb je je doosje nog bij je of niet? Ja, in mijn zak heb ik ze. Laat het eens even zien wat jij gevonden hebt. Ja, het is dan wel gulden geld, maar toch is het leuk. Ja, de meeste zijn uit 1980 zo'n beetje, 1960. Ja, zoiets. Nou ja, lekker bezig toch? Ja. Het is een lekker dagje, gezellig zo toch ook? Ja. Heb je nog een beetje voordeel van het grasmes? Ja, hè? Is wel makkelijk ja, toch? Ja, veel makkelijker. Het is wel prettig altijd. Toch ja. Eventjes kan je wat sneller te werk en wat netter. En je vondst die je beschadigt ook minder snel. Ben, heb je ook weer wat of niet? Nou, een musketbal is gekomen. Een musketbal? Goed. Ja. Ja hoor. Witte kleur, ja hè? Ja, 100%. Ja, er zit geen gaatje in of zo, dus het is ook geen netverzwaring. Nee. Het is een witte kleur, hè? Ja. Ja, er zit geen gaatje in, dus het is geen netverzwaring. Het is wel een musketkogel, ja. Leuk. Ja, leuk. Ja.
zijn we toch een beetje door de troep heen nu, hè? Ja, komen nou, nou komen de leuke dingen mooi uit de grond. Hey? Ja, ja, lekker bezig. Yes. Heb je wel eens hier musketkogels in? Ja, dat heb ik wel. Ja, hè? Ja. Ja, top man. Snikkeren. Leuk toch? Ja. Jij bent ook wel een beetje een pol, Ben. Ja, klopt, ja. Dat past wel bij jou, zo'n munt. Stravo. Stravo, brad. Hè? Zo? Maar hij is mooi, man. 2015. Ja. Ja. Maar toch leuk. Kijk eens, joh. Hij glimt als een tiet. Hier dan, Zlotti. Wacht, hoor. Maar hij gaat niet scherp. Hoe komt dat? Een beetje zo in. Oh ja, kijk, daar nou pakt hij hem. Omdraaien? Oh ja. Dat is niet helemaal ook een adelaar of zo staat erop, ja, hè? Ja. Ik heb een signaal, op zich best lekker. Ik heb het kluitje uitgestoken en ik zie een kettingkie uit de aarde steken. Ik heb het nog niet gepakt verder, misschien is het wel rotzooi, maar we gaan toch even samen kijken. Kijk eens, hier zit hij. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Is het rotzooi of is het mooi? Er zit wel wat aan volgens mij, hoor. Of is het gewoon van de grootsteen? Nee, kijk eens. Is het een klompje of zo? Ja, ja, ja. Of nee? Nee. Nee. Ja. Ja. Oh, kijk eens, joh. Yes. Ja. Wat lekker, zeg. Ja. Een klompje. Ja. Er zitten meerdere dingen aan. Hè? Ja. Wow. Vis of zo. Ja. Toch is dat recreatie zoeken wel leuk, Ben. Ja. Ja. Ik ga mijn auto geven voordat ik hem breek. Wow. Dan ligt hij nog wel meer. Super gaaf. Super. Kijk, ik ga het ook even aan Stan laten zien zo meteen. Vindt hij ook vast wel leuk. Ja. Die gaan we even schoonmaken en dan gaan we hem uiteraard natuurlijk mooi in beeld brengen. Wow. Super dikke vondst. Ja, erg blij mee. Gaaf. Genieten dit. Yes. Daar ligt het. Ja, ja. Kijk. Yes, de rest van het kettingje. Dus hij was toch nog niet compleet uit de grond gekomen. Alleen niet op dezelfde plek, hè? Nou ja, toch wel. Toch wel, een klein stukje. Wat bijzonder, joh. En terwijl ik er nog overheen gezwaaid had, toch? Ja. Nog een stukje van het kettingkie. De andere helft. Of tenminste, de helft. Nou ja, hebben we hem compleet. Leuk, hoor. Ja. Ga je me vertellen, Ben? Ja. Zie je? Ja. Oh. Het is een masker, denk ik. Of iets van de... Wat? Wat is dit, joh? Ja, een borstel. Even afspoelen misschien. Het lijkt wel aluminium, dat wel. Ja, hè? Het ziet er wel mooi uit. In het water. Ja. Omhoog binnen ook, moet. Ja, dan komen we 28 weer. Aluminium, denk ik, ja, toch dan. Aluminium. Lijkt wel een soort masker of zoiets. Ja. Grappig, joh. Mooi, hè? Ja. Leuk weer. Kijk of er nog wat bij ligt. Ja. En ik heb het kluitje geschept, maar het zit nog in het gat. En ik zie een stukje bestek uitsteken. Achterkantje. En hij zit nog vast. Dus ik ga hem even voorzichtig met het grasmes een beetje vrijgraven. En dan hoop ik dat hij nog uit één geheel is. Ik denk niet dat het zilver is, want er kwam ook toch een beetje een storende toon bij. Maar je weet het nooit. Laten we snel gaan kijken. Kijk, hij zit hier zo. Hier zien we het achterkantje uitsteken. Het lijkt op een achterkantje bestek. En hij zit nog vast, dus ik ga hem voorzichtig vrijgraven. En dan gaan we eens kijken wat eruit komt. Even mijn grasmes pakken.
Ja, ik leg de camera even weg, dan kom ik zo meteen terug. Zo, ik had dus het stuk bestek en ik denk ik ga hem eventjes nog nakijken, het gat. Haal ik er gewoon nog een speelgoedpaardje uit met een soldaatje erop. En Ben komt ook met een leuke vondst aanzetten. Er gebeuren in één keer allemaal dingen tegelijk. Eerst jouw vondst kijken, Ben. Het lijkt wel de Eiffel, het stuk van de bovenkant van de Eiffeltoren. Zo, het is ook zwaar. Het is ook zwaar hoor. Het is afgebroken van hier. Die moeten we even schoonmaken thuis. Ja, het lijkt inderdaad een stuk van een toren. Ja. Ja, en ik haal dit stuk lepel eruit en het is inderdaad tin. En toen dacht ik van nou, misschien is het toch wel compleet, maar dat niet. Maar toen kwam de volgende verrassing. En kijk eens weer hoe hartstikke gaaf. Ja, hij zit onder de klei. Maar het is weer speelgoed, tinnen speelgoed. Super dik. Ja, Stan. Ja. Zo doen we dat. Zo dan. Ja, hoe gaaf is dit? Het poppetje is zelfs nog heel hoor. Alleen het beentje van het paard niet. Het is een klein stukje afgebroken. Zo dan, ja, hoe bestaat het? Ik had dit niet verwacht eigenlijk hoor, dat het... Nou, ik ook niet. En ik maar mompelen, hè. Echt weer, ik had het echt niet durven dromen dat dit zo, dat het zo'n succes zou worden nog. Ja. Ik ook niet, ik had het al bijna opgegeven. Ja, dus dat Dirk een keihard is, die houdt gewoon vol, die zegt, ja, nee, we gaan gewoon hier verder zoeken. Ja. En daar heb ik het mee te doen, en zo zie je maar. Ja, inderdaad. Echt de aanhouder wint, het is echt zo. Het is echt zo. Goed, ik haal er nog een vingerhoedje uit. Wel leuk versierd in de rand. Maar hij is van aluminium. Ik zie al aan de oxidatie. Maar kijk, er staan toch leuke vormpjes in. Helemaal plat, maar wel grappig. Ja, doen we het wel voor. Kijk, we worden nog verwend door de moeder van Stan. Ben, jij zal met je neus in de tompoezen. Nee. Die is ook voor mij, jij krijgt niet. Oh. Die is ook voor, oké. Jammer. Oké, Stan, nou jij gaat naar huis. Ja. Ja, het was een gezellig dagje. Ik vond het leuk dat je erbij was. En ik hoop dat je nog veel plezier gaat beleven met deze hobby. Ja, zeker weten. Ja, toch? We hebben ons wel vermaakt. Het was mooi weer. Ja. En misschien kunnen we nou eens een keer voor het echte werk gaan op een stortakker of zo, of een landje. Ja, lijkt me leuk. Dus, maar in ieder geval, ik vond het leuk dat je erbij was. Ja. Yes? Oké, goed. En bedankt voor de tompoes nog. Dat was ook lekker. Dus, yes, ook wij gaan er een eind aan breien. Het was toch een topdag. Jullie hebben gezien hoe we toch nog wel wat leuke vondsten eruit hebben gehaald. En een mysterieuze munt. Die moeten we nog natuurlijk bekijken. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Een armbandje is er gevonden. En het was natuurlijk ook leuk dat Stan erbij was. Ja, ja, Stan heeft de prijs mogen ontvangen vandaag. En ik hoop dat hij er veel plezier van gaat beleven. En wellicht komen we hem nog wel eens een keertje tegen. Dus al met al een leuk dagje. Dan danken wij jullie weer voor het kijken. Laat nog even een duimpje omhoog achter. Abonneer als je nog geen abonnee bent. En dan zien we jullie snel bij een volgende keer. Tot later. Hoi hoi. Hij staat de helling omlaag om de schut schoon te maken. Ik wist het al eigenlijk, dus misschien heb ik het ook wel een beetje uit de weg gedaan.